Welkom bij Brazilian Blend, een mix van Braziliaanse klanken. Wat fantastisch. Je hebt net de 750ste uitzending gedaan live. Ja. Bij de OTS Radio van Brazilian Blend. Mm-hmm. Hoe is het bevallen deze uitzending? Ja, wel goed denk ik. Ik was toch wel een beetje nerveus eigenlijk. Ja. Ja. Nee, je hebt de beste Brazilian muziek gedraaid die je een beetje kon kiezen. Moeilijk, neem ik aan. Ja, nou, muziek die Ronald, die de techniek verzorgt, ook al 14 jaar al heel trouw. En ik allebei hartstikke leuk vinden. Dus daar heb ik rekening mee gehouden. Maar het beste van 14 jaar wat je gedraaid hebt, dat is gewoon onmogelijk. Want ja. We hebben zo ontzettend veel verschillende muziek gedraaid. Zelfs alle liedjes staan op de website van BrazilianBlend.nl. Alles wat gedraaid is, met alle data erbij waarop de liedjes gedraaid zijn, wordt allemaal bijgehouden. En ik heb uit de regeltjes waar de meeste data achter stonden van wat dan vaak gedraaid was, heb ik een keus gemaakt. En die liedjes hebben we eigenlijk vanavond gedraaid. Ja, we zouden nog zoveel onder het mom van de best of kunnen draaien, maar onze tijd zit er een beetje op. En we hebben het nog niet eens gehad over al die artiesten die live in de OTS-studio waren in ons programma. Zoals uit Brazilië, de band Toca de Tatu. Zangeres Andrea Amorim met Dave Holmes. Bandalin Campero met Rafael Ferrari. En de band Choros Limoneros, Kees Gelderblom, Jamie Nanoa, Vita Pagi, Frans van Kee. Je hebt een trouw luisterpubliek, zowel in Nederland als daarbuiten. Ja. Wat voor reacties krijg je uit het buitenland op jouw programma's? Ja, dat het enorm gewaardeerd wordt. Met name ook van artiesten, moet ik zeggen. Artiesten vinden het helemaal te gek als ze in Nederland op de radio gedraaid worden. Dat is een hele eer voor ze. Vandaag kreeg ik ook, omdat ik van een bepaalde artiest, Fernanda Porto, iets draaide, dat ze het helemaal geweldig vindt dat ze in dit programma, de 750ste, dat ze daarin uitgekozen is om gedraaid te worden. Nou, dat doet wel goed, dat is wel leuk. Fijn dat u er weer bij was vanavond. Bedankt voor het luisteren, Ronald, weer super bedankt voor de techniek. En ik bedank ook alle aanwezige OTS'ers hier in de studio voor hun aanwezigheid. En onze superboys van de techniek die alle donderdagavonden hier zitten te hobbyen met soldeerbouten en ik weet niet wat al meer. En ervoor zorgen dat alles van al onze programma's goed de ether in gaat. Zoals via de al oude FM, de kabel op internet middels onze website en de OTS Android app en uitzending gemist op de website. Tot volgende week weer. En dan gaan we hier nog even door met een feestje. Tot volgende week. Dag.